Hey. Alle zeilen goed staan. Ik heb net gekeken en de fok en het roodstap staan helemaal dikke prima. We gaan de andere belangrijke dingen in de gaten houden. Ten eerste, tijdens het liggen, af en toe gewoon plaats veranderen, want anders krijg je doorlichtplekken. En dat is naar. Ten tweede, hou je af en toe de koers in de gaten op de tablet. We hebben heel mooi de weer en de koers gecombineerd. En heeft een perfecte route voor ons uitgestippeld. En dan gaan we nog helemaal mooi op parallel aan. Dat is de voor de rest, automatisch stuurapparaat zorgt voor de rest. Dus, andere belangrijke dingen. De koelstemperatuur. Nou, in de zon ongeveer 35. Maar ik lig hier perfect in de schaduw. En in de wind is dat 25 graden. En dan andere belangrijke dingen. Bovenop voor de crew. Ik zal jullie meenemen naar het belangrijkste kastje van deze hele boot. En ja, mijn favoriet is natuurlijk deze zouten voorwerpen. Die slaan veel vocht op en dat is natuurlijk erg belangrijk op zich. Cameraman ook shit. Normaliter hoort daar natuurlijk een blikje fris bij. Alleen, dat durven wij natuurlijk niet. Aangezien onze eerste stuurman ligt te slapen. Ik zou niet durven om de koelkast door de war te gooien. Dus water. We gaan voor water. Nou, ik heb de situatie bekeken. En het is natuurlijk een absolute crisis. Want er ligt niet één stoeltje of kussen buiten. Ik heb nu geïmproviseerd met de lijnen en ik denk dat ik het er nu al overleef.